Stel je voor, je moet een geniaal antwoord bedenken op een debiele vraag en alles is puur hypothetisch. In mijn club zitten zoals gewoonlijk de twee scherpste messen uit de lade. Serena Jari. Hallo. En Bert Janssens. Hallo. Dank je. Hey. Gelukkig worden jullie bijgestaan door een bekende denker en dat is Jokke Emmers. Hoe gaat het met u? Het gaat zeer goed, dank u. Oh. Hola. Internationaal. Ik dacht, ik haal mijn beste Duitsjes boven. Oh. It goes very well today. Kan ook. Puur hypothetisch. Stel, jullie zijn de oprichters van de website doldwaze ervaringen voor minder dan 2 euro.be. Het leven is al duur genoeg en daarom vinden jullie dat niemand ooit meer dan 2 euro moet betalen voor een leuke activiteit. Welke belevenissen bieden jullie aan en hoe maak je ze spotgoedkoop? Doldwaze ervaringen voor 2 euro. Zondags lopen supergoed en supergoeie koop. Goedkoper kan niet. Moeten wij een activiteit vinden dat niet meer dan 2 euro gaat kosten? Of moeten wij ineens een manier vinden dat van een vliegtuig springen 2 euro kost? Beide. Ah, goh, dat is ineens veel meer nadenken. Hoe zou je uit een vliegtuig springen minder dan 2 euro doen kosten? Door mee te gaan in een legertraining, denk ik. Hè? Nou ja. Of dat dat niet de bedoeling was. Gewoon Brussel-Spanje. Voilà. Nooduitgang. Vanuit een Brussels Airlines vlucht of een Ryanair. Want ik wil eraf! Ja. Nu! Ja, je kunt sowieso inderdaad. Of als je zo gaat van die vluchten die vol heen gaan, maar leeg terugkomen. Ja. Misschien kunnen we zo op een terugvlucht heel dat vliegtuig ombouwen. En is dat toch een soort hotel. En dan koppelen we daar onze leuke tripjes voor 2 euro aan vast en duwen we ze er ook nog eens uit. En hebben ze toch nog die parachutesprong voor 2 euro gehad. En reizen, en overnachten, en parachutespringen. Wauw! In één voor 2 euro. Je mocht springen van een vliegtuig net boven je huis. Dan word je ook direct thuis opgezet. Amai. Dan moeten we ook geen taxi meer betalen. En je moet zo op het belletje duwen als je denkt dat je erbij was. Is dat uw West-Vlaanderen? Ja. Chauffeur, chauffeur. Ja. Chauffeur, ik had gebeld. Je moet slim zijn in hoe dat je het aanpakt en hoe dat je het verkoopt. Hè. Dus het springen uit het vliegtuig kost 2 euro. Ja. Maar ze moeten wel zelf voor een vliegtuigticket zorgen. Ja, dat zijn de kosten. En hij gaat gewoon mee en duwt die deur open en je gooit ze eruit. En van alles. Okay. Het is in de chacos. Op mijn... Niet 2 euro. Weer goed verdiend. Ik denk dat we het wel heel snel gaan moeten loslaten, toch? Dat het een soort van winstgevend bedrijf is. Ja, dat eigenlijk zijn jullie gewoon nobele mensen. Ja, 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 ja. En de euro 99, zo is Ryanair natuurlijk groot geworden. Alles zo net goedkoper aanbieden, zodat ze er toch op ingaan. Ja, maar ja, het moet minder dan 2 euro kosten. Ja, okay. Een euro 98 dan, hè? Ah, ja. Absoluut nog minder dan een euro 99. Hoe zou je een reis of een groepsreis voor minder dan 2 euro kunnen organiseren? Per persoon wel, denk ik. Ja, 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 natuurlijk. Ja, okay, ja, ja, ja. Ik zou sowieso een afgedankte bus gaan halen bij de lijn. Ja. En dan gratis, want gesponsord. Ja, voilà. Ah, ja, ja, de lijn zorgt voor je festijn. Dus die kun je al volproppen. En benzine moeten we dan ook nog geraken. Ah, maar we duwen de bodem eruit. Ja, zoals de Flintstones. Dan moeten ze trappen met hun voetjes. Ja, eigen krachten gebruiken. Ja. Ik denk dat belangrijk is. 1, 2, 3, 4. We duwen de bodem eruit. Dat is eerste activiteit. Ochtendgymnastiek. We gaan samen de bodem uit de bus duwen. Het wordt een 10-daags kamp, denk ik. Ja, je kunt natuurlijk ook reizen organiseren en nooit vertellen hoe lang ze duren. Dus we gaan naar Spanje. Te voet! Als we te voet naar Spanje gaan, waar moet hier een bus eigenlijk mee? Wandeltochten zijn natuurlijk mega populair. Dus de route Compostela, maar dan een andere route. Zo'n sluiproute, zoals ze vroeger deden. Maar het was mokkelwaar. Als je nu Compostela zegt, we wandelen naar Compostela, maar eigenlijk wandelen we gewoon naar de composthoop. En gefopt. Ja. En bovenop de composthoop zetten wij Ella Leijers. Compostela. En dat heerst kost veel geld. En onderweg kunnen we bij mensen dan het groenafval gaan ophalen. En dan moeten ze voor betalen. Ah, dus dan krijgen we extra inkomsten. Waarmee je Ella Leijers toch kunt betalen. Ja. Ja. Maar nee, we zeggen gewoon aan Ella, jongen, dat is voor het goed doel.
Ah, ja. Ga je ons toch niet doen betalen, what the fuck? Ja. Die mensen kunnen nergens naartoe. Wat is het probleem? Jij monster. Ja. Wat is uw hart? Wees niet oncool. Misleidende reizen of activiteiten. En dan sowieso, je hebt maar Neuro 99 gevraagd. Ja, maar zeg, dat is niet wat wij voor betaald hebben. Ja, maar je hebt maar Neuro 99 betaald. Niet klagen. Eigenlijk moet je niet zagen ook. Hè. Dat is direct een goede verzekering. Zo. Of we kunnen zoiets doen van, kom mee en bezoek de Toscaanse wijn. Maar in heel, heel, heel kleine letters gaan die mensen eigenlijk druiven moeten plukken. Ah, ja. Maar die weten dat niet. Ja, en dan zeg je van, hier is een ludieke daguitstap. Mm-hmm. Voilà, en moeten die eigenlijk... Wie het eerst 15 kilo druiven heeft geplukt. Ja, ja. En dan zeg je, maar jongen, dat was gewoon een roadtrip door Toscane. Heb jij de kleine letters gelezen? Oh, ja. Beste vriend. Kan ik dat niet aan doen dat jij dom bent? Hè? Oh. Ja. Pluk. En dan de klantendienst. Ja, dan komen we wel. Daarna krijgt u wel alleen maar slechte reviews en gaat er waarschijnlijk nooit nog iemand surfen naar Doldwijze ervaringen voor minder dan 2 euro. We doen dat gewoon 1 goede zomer. Ja. En zakken vullen. En... Ja, ja, ja. Maar sowieso het terugverdienen van het geld door verplichte arbeid vind ik wel leuk. Is wel goed, hè? Je kunt alles doen, hè. Fotomoment, druiven plukken. Wandelmoment, nog druiven plukken, maar het er nog niet doen. Mogen wij iets drinken? Nee. Eerst druiven plukken. Puur hypothetisch. Puur hypothetisch. Wat echt heel erg mogelijk is, is denk ik een verjaardagsfeestje voor kinderen voor minder dan 2 euro. Want kinderen zijn snel content. Ja, dat is waar. Ik denk dat je met een touw en 1 wafel al heel ver komt. Een touw. Maar wat die zo weg blijven trekken. Heel ja, en katten, hè, straatkatten als cadeau. Iedereen krijgt een kat. Ik zo'n kat met een oog dat mijn keer zo... cadeau. Er is zo ooit een keer een clown geweest die iemand vermoord heeft. Haalt je even lof. Ja, voilà. Als die terug vrijkomt, die gaat sowieso gratis komen op een feest voor terug weer een beetje... voor te hervallen. Ja. En zo appelhappen, ken je dat? Ah ja. Zo in in water zo, dat je je appel aan het touwtje. Aan het touwtje, okay. Maar hangt die gewoon te hoog. Ja, ja. Dat ze er nooit aan kunnen en dan heb je maar 1 appel nodig. Wat we wel ook kunnen doen, is zo bijvoorbeeld daguitstap, maar eigenlijk ook zeggen van mannen, het gaat echt maar 2 euro kosten. Dus daguitstap Gent, we vertrekken vanuit Brussel, maar we gaan zwart rijden. Dus zit dat je de hele tijd rondloopt in die trein, zit nooit stil... Zo'n stapel van 10 mensen op dat toiletje. Zo. Ja. Zo'n laken met dezelfde print als de zetel van de stoel. Ja. Amai. Wij laten met al dat geld dat wij krijgen, voor heel weinig geld bij een bevriende drukker, van die lakens. Al kleren maken met dezelfde print als de stoelen van de trein. En dan gaat er iemand op, je zegt dat... Dat is stap 1. Oh, nee. Ja. Of een hele maaltijd voor 1,99 of zo. En dat we zo aan iedereen zo een challenge geven. Bijvoorbeeld, Fien, jij moet... 3 kilo pasta stelen. 3, 2, 1, go. En we zitten zo voor de lijst. Go. En dan moet jij gaan, pasta zien te stelen, zo naar buiten komen. En zo moet iedereen iets doen. Ja. Dan zijn ze wel in de criminaliteit. Ah, maar dan hebben ze een gratis overnachting. Ah, ja, in de gevangenis. Tuurlijk. Lekker warm, goed van eten. Ja. Welke kleine criminele activiteiten kunnen we nog opzetten die minder dan 2 euro kosten? Afpersing of zo. Allee, kleine dingen, hè. Gewapende overval. Ah, wel, maar zo een daguitstap die criminaliteit bevat, waardoor wij de kosten kunnen drukken. Is bedelen crimineel? Dat is niet crimineel, hè? Dat is niet crimineel. Tegenwoordige straatmuzikanten zijn crimineel. Allee, als je niet hebt aangevraagd of je dat mocht doen. Ze kunnen een koor maken van mensen. The illegal choir. Ja, voilà. Niet zo gerepeteerd. Zo. Echt zo wij gewoon. Ah. Ah. Yeah. I will follow you. Follow him wherever he will go. En dan vragen we gewoon helden om te stoppen. Hè? Winkeliers, horeca-uitbaters. Maak hier een einde voor slechts 50 euro per persoon. We zitten ons op een plek waar keiveel terrasjes zijn. Zo. Oh, op zonnige dagen echt zo Marnixplein. Michelsplein. Al die pleinen met veel terrasjes. Grote markt. En alles. Wij maar binnenrijven, waardoor... We heel veel geld gaan hebben. Uh-huh. Ja. Uh-huh. En eigenlijk die 2 euro maar een futiliteit is. Ja. En dan een keer goed gaan eten. Wel nice. Het is zo'n beetje van, we gaan rondlopen in de stad,
van het moment dat je honger krijgt of een activiteit wil doen, dan gaan we dat eerst gaan we maken zingen. Dat we het geld verdiend hebben dat we ervoor nodig hebben. Misschien moeten we dan wel met het inschrijvingsgeld zoveel carapils kopen dat iedereen ook ja, wel durft luid te zingen. Ja, dat is wel goed. Want ik denk, als er 10 man mee is, 20 euro, hoeveel cara kunnen we daarmee kopen? Veel. We kunnen het concept ook verkopen aan zo... zo simpele mensen van, kijk, wij zijn life coaches en we gaan ervoor zorgen dat jij uit je comfortzone komt. En zo doen we dan zo van die dingen, gelijk zo vandaag gaat jij zingen voor keiveel mensen. En we zijn er met u, we gaan meekomen en we gaan er staan en dan allemaal zo activiteiten doen en wij eigenlijk gewoon ons zakken vullen en die mensen doen geloven dat ze zo ja, beter, aan het worden, beter zijn. Aan het worden zijn. Is dat dan 19 van de 20 mensen die we meepakken zijn daar en hebben 2 euro betaald voor een leuke dag? Ja. Ene is een onzekere persoon die dan eigenlijk de kosten van al de rest dekt. Omdat zo'n cursus, dat kost natuurlijk dat kost wel, ja, geld. Dat is wel 400 maar euro. Maar die bieden wij niet aan, hè. Dat is dan met een partner van ons. Oh, ja. Wij garanderen in onze URL al voor minder dan 2 euro. Ja, andere site. Ja, en toevallig komen die samen. Ja. Heel toevallig. Ja, partnerships. Iets heel anders. Kunnen wij een trouwfeest organiseren met slimme achterpoortjes voor minder dan 2 euro? Zijn het de gasten die 2 euro betalen? Of is nee? Maar dat kan een optie zijn, inkomen vragen. Dat is al een goed begin. Ja. En we pakken een zaaltje dat sowieso gebruikt wordt voor de kineavond die avond. En die zetten we wat aan de zijkant en dan hebben we dat trouwfeest in een hoekje. Een zaal die al geboekt is. Ja? Ja. En wij gaan daar ons feest hebben. Ja. De kindjes zijn hier aan het turnen. Ja. Maar hier is wel een heel leuk trouwfeest. En je pakt dan het kleed van je moeder en dat laat je wat vernaaien. Dat kost dan ook, of dat vernaait je zelf. Ja, met een oud laken. Nietjesmachine. Ja. Ik denk dat dat vernaaid moet als ik in dat kleed van mijn moeder. En voor kostuum? Ja. Bodypainting? Dat moet allemaal niet veel zijn. Gewoon wat vingerverf? Nee, of gewoon een goede broek en een polo. Doe een polo-t-shirt aan. Ja, iets dat gelegen heeft. En voor de taart kun je naar de bakkerij gaan om te vragen wat de overschotten zijn van die dag. Je doet al de too good to go's van zo in een radius van 80 kilometer. Bloemen kunnen plukken. Kunnen niet rondgaan zo? Dat je begint... zo 5 keer op de avond rondgaan. Ja, ik wil maar zeggen, een cursus voor bakkers of zo. En daar hadden dan de taart gaan eten. Ah, ja, goed plan. Een mobiel trouwfeest. Ja, een mobiel trouwfeest. En hier was toch al een 5 bezig. Ah, wel, ja, dus, zoiets. En hier een dansschooltje. En zo je haar laten doen bij de dingen. Ah, bij de, hoe heet het, Centra avondschool. Ja, doen, ja, dan studenten. Het haar en de make-up. Of, ja, dat maar nu ben ik aan het denken. Ik denk dat we alles... in een opleiding van Sintra kunst. Trouwfeest op Sintra. Je hebt daar wijnproeven, je hebt daar kaasproeven. Is daar een DJ-cursus? Waarschijnlijk. Sowieso. Ja, toch? Puur hypothetisch. Een concert voor minder dan 2 euro. Ja. Het kan misschien ook echt crappy zijn, hè? Ja, de Criminal Choir vind ik sowieso wel goed. Ja, dat is wel een voorprogramma. Maar we verkopen dat jij gewoon maken een zieke teaser. Dat mensen echt zoiets hebben van, oh, ik ken dat niet, maar ik moet gaan. This Saturday was he there. Ja. Ik denk dat het daar belangrijk is dat je wel 50 euro voor het ticket vraagt, maar 48 euro teruggeeft. Want mensen gaan zoiets hebben, of 2 euro naar een raar koor gaan kijken, dat ga je niet doen. Mm-hmm. Waarom zou maak dat het nu doen? Exclusief. Ja. En zeg dan, hier, terug. Hier de geld terug. Waarom? Op 2 euro. Je zult wel zien waarom. Dat is een beetje wel, ja, 2 hier is euro, je inkombandje en 48 euro cash. Huh? Is dat voor drank? Nee, drank is gratis. Dat is allemaal goed. Ga maar naar binnen, kom. Maar ik wil niet. Of je zoekt natuurlijk waar dat op dat moment een band aan het repeteren is. Hè. Zo bijvoorbeeld Arctic Monkey speelt wel nog eens even in voor ze op Werchter komen spelen. Zo toevallig in België ergens op zo'n geheime locatie. En je zet daar rond een heel ding op. Of we noemen het een concert, maar we laten mensen voor 2 euro naar de soundcheck van een band in de AB luisteren. Ja, dan moeten ook die vertrekken. Ja. Zo, dat was het. Sa. Maar weer in de morgen. Je kunt ook zeggen, heel veel artiesten hebben nu natuurlijk mega veel goesting om op te treden en die zitten echt te popelen tot ze nog eens mogen. En dan kunnen ze wat misbruik maken en zeggen, ja, we hebben zo allemaal lieve mensen, maar die hebben allemaal hartafwijkingen. Of die hebben allemaal zo, zou je niet een concertje voor hun willen geven? En dan doen die dat gratis, want die hebben zoveel zin. Ja. Welke artiest kun je dat best wijsmaken? Ja, wie zou daar een zwak voor hebben? Sowieso een schlagerzanger of zo. Die hebben daar zwak voor, hè? Ja? Maar die zijn zelf zo.
Toondoof bedoel je dan? Ja. Nee, maar we hebben het in puur hypothetisch al te vaak gemunt op de slagerzangers, denk ik. Ik vind dat ook. Maar nee, ik bedoelde dat liefdevol. Dat zijn toch mensen die zich verbonden voelen met hun publiek? Ah, is er niet echt zo'n goed gelovige? Eddie Wally had dat sowieso gedaan. Ja. Die sprong ook uit de vliegmachines. Ja. Wat zou dat gekost hebben? Niks. Minder dan 2 euro of meer? Niks, want dat is allemaal niet waar. Die is nooit in de vliegmachine geweest. Die is nooit in Shanghai geweest. Nee, want die zat altijd op de markt. En dan kunnen we met z'n allen daar naartoe gaan en dan is het gratis. Haha, maar de mensen die dan mogen gaan, is van oké, jij bent gekozen, jij mocht gaan, maar mank. Ja, je moet dan wel een letsel spelen. Ja. Of kijk altijd naar boven alsof je blind bent. Ja. Zo, wow, waar is het podium? Wow. En doe gebarentaal. Je kunt ook doen alsof je doof bent. Dans uit de maat. Ja, we kunnen het ook breder trekken op een heel festival. Hoe organiseer je een festival dat maar 1,99 euro kost? Of gewoon minder dan 2 euro? Voor de bands kun je natuurlijk allemaal beginnende bandjes, hè, die nog weer willen. Op Sintra. Ja, voor... Sintra ook. Met een schminkstandje. En een haarstandje. Je kan je haar laten knippen. Hij mocht zelf PA komen leren. Oh, shit. Hallo. Nee, die horen mij niet. Nee. Volgens mij is er iets mis met die micro. Ik heb wel festivals gedaan in mijn leven waar ik uiteindelijk langer op de camping zat dan op de weide. Op de festivalweide. Ze zijn er wel mensen natuurlijk. En voor toiletten graven we dan putten in de grond. Ja. Want zo van die toy-toys kost ook geld. Echt? Hè? We halen er een paar op werven en die zetten we dan. Ja, voilà. We rijden die een dag heel de grond. We vragen aan een giro dat die komen werken. Die doen dat gratis. En dan mogen die zo hun t-shirt van hun giro dragen. Wow, rustig, je mag je t-shirt dragen. Goed? Oh, ja. Dat is heel veel reclame. Ik dacht dat voor niks was dat we moesten doen. Maar we mogen dus heel de dag rondlopen. Maar ja. Nee, we vragen gewoon voor die inkom. Wij zijn de festivalcamping. Ja. Camping festival. Vindt een naam? Snel alsjeblieft. Festivamping. Ja, en dat is echt het concept. Wij zijn gewoon de camping van een onbestaand festival. En 's avonds, wij hebben dan zo die giro-mensen, die moeten zo 's avonds hoera! Ja. En gewoon zo wat, tegen de tenten gaan plassen. Precies wel goed van sfeer hier! Puur hypothetisch. Serim, Bert en Joke, dank u wel voor jullie geniale antwoorden op mijn debiele vraag. Ik heb heel veel goede dingen gehoord, maar er kan maar één idee het beste zijn. En dat is het mobiele trouwfeest, mede mogelijk gemaakt door Sintra. Goedenavond allemaal. Zeg hartelijk welkom. Hè. Ik ben Wendy Vriends en ik ben docent bij Sintra. Voor we beginnen met het feest wil ik toch een aantal mensen eventjes kort evalueren. De studenten haartoe, een dikke pluim, want Patsy en Kim met hun kort pittig kapsel zien er echt fantastisch uit. Dat verdient een dikke 16 op 20. Applaus, dames en heren. Vervolgens de studenten catering. Op voorhand was er wel gemeld dat er iemand een glutenallergie had. Ja, dat is precies een klein beetje misgelopen, maar niets dramatisch, al bij al nog steeds heel lekker, dus 14 op 20. Zo dadelijk gaan we over naar de openingsdans. En dat wordt gebracht door Kevin van de afdeling Sintra Sound System. Ik zou zeggen, take it away! Oei, sorry. Die computer blokkeert. Patsy en Kim, hier komt die tweede kans, de openingsdans! Ah. Wacht, sorry hoor. Ik ga even mijn computer herstarten. Een minuutje. There's an angel
Serena Jari, Joke Immers en Bert Janssens, dank je wel voor deze geniale aflevering van Puur Hypothetisch. Graag gedaan. Luisteren jullie volgende keer ook weer? Heel graag. Ja. Hoogstwaarschijnlijk wel. Puur Hypothetisch. Wil je trouwens zelf een leuke hypothese insturen of heb je nog een fantastisch debiel antwoord op een van onze vragen? Stuur ons dan een mailtje op puurhypothetisch@stubru.be.